En dan was er ook nog een nagekomen bericht. Vandaag is bekend geworden dat de groep rond PI2NOS en PI3UTR heeft besloten om de ontwikkelde techniek van de bovenregionale repeaters via codechanneling te patenteren. En dat inmiddels bekend is geworden dat het patent verleend is. Een behoorlijk succesje voor de groep, omdat er een grote zakelijke partij is waarvan gebleken is dat hij interesse heeft in wat de relaisgroep inmiddels heeft gepresteerd, heeft de repeatergroep besloten om in te gaan op een verzoek van dit investeringsbedrijf. Dat betekent ook dat zodra het patent over een paar weken definitief is, de bovenregionale repeaters helaas niet meer voor amateurgebruik beschikbaar zijn en dat de amateurs verzocht wordt om er vanaf dat moment ook geen gebruik meer van te maken. Er is ook goed nieuws. Amateurs kunnen als goedmaker aandelen krijgen in het nieuwe bedrijf van de NOS-groep en zo zelf een graantje meepikken. De intekening om voor deze aandelen in aanmerking te komen start vandaag. En je kunt je belangstelling hiervoor vanaf vandaag via hobbyscoop.nl bekendmaken. Ik vind dat zelf eerlijk gezegd een klein beetje jammer, maar ik kan ook wel begrijpen dat men zo'n besluit neemt. En ik wil graag de eerste zijn om de repeatergroep van de bovenregionale repeaters te feliciteren met dit grote succes.